Helemaal. Het is officieel herfst en het weer begint er eigenlijk ook al wel een beetje naar te draaien. Dus dat betekent ook weer dat we voor de herfst mogen gaan shoppen. De collecties liggen eindelijk in de winkels. Ik heb er eigenlijk best wel lang naar uitgekeken, aangezien dat shoppen voor herfst en winter mijn favoriete shopgedeeltes zijn. Dus ik heb voor deze gelegenheid een mega bestelling gedaan bij Zalando, zoals jullie kunnen zien. Het is een serieus grote doos. En het leek me leuk om deze te gaan unboxen met jullie. Ik heb gewoon eventjes gekeken of alles wat ik besteld had erin zat. En dan kunnen we samen gaan beslissen wat ik ga houden of wat ik ga terugsturen. Aangezien dat je het met Zalando gewoon lekker alles gratis kan terugsturen. Het is de eerste keer voor mij dat ik zo'n grote bestelling online doe. Om dan echt te gaan kijken van wat ga ik houden en wat niet. Dus het leek me wel eens leuk om daar een unboxing van te doen. Oké, de inhoud. Jullie kunnen het al zien. Ze vrij herfstige printjes. Ik ben voor een paar cadeau dingetjes gegaan, zeg maar, met cadeautjes. Oké, het eerste wat ik eruit haal is dit. En er is een papiertje tussen. Maar het eerste wat me eigenlijk al een klein beetje opvalt is... de doos neerzetten. Het eerste wat mij opvalt is dat het eigenlijk niet echt het stofje is wat ik bedoelde. Dus ik denk... Ik ga even kijken hoe deze aanstaat, maar ga ik hem misschien terugsturen en een andere bestellen in een ander stofje. Het is eigenlijk een bomber jacket dat ik besteld had, maar hij is in velour, in een velourstofje. En dat was eigenlijk niet echt helemaal mijn bedoeling. Dus bij het eerste heb ik al zoiets van, oh nee. Deze is van Even & Out. Het ziet er wel echt heerlijk uit, maar het was niet echt mijn bedoeling om zeg maar, een vestje voor binnen aan te doen. Het was voor mij echt de bedoeling een bomber jacket dat ik zeg maar, een beetje buiten en zo kan aandoen als... jasje, licht jasje. Maar ik vind hem wel heel fijn. Ik ga hem even passen en dan laat ik jullie wel weten wat ik ervan vind. En dan moeten jullie mij ook wel laten weten wat jullie ervan vinden. Al deze items staan trouwens ook gelinkt in de beschrijving, dat jullie snel kunnen die terugvinden, moesten jullie iets leuk vinden. Dat vind ik dan wel echt het voordeel aan online shoppen. Ik kan alles veel gemakkelijker met jullie delen, aangezien als ik in de winkel iets koop, hebben ze dat misschien niet per se online. Het tweede dat ik eruit haal is een hemdje van Only. Ik heb zeg maar twee gekarolde hemdjes besteld. Deze. En mijn voorkeur gaat nu wel uit, denk ik, naar deze. Ik ga hem even uithalen. Oké, dat is deze. Heel mooi gekarold hemd. Deze vind ik echt heel leuk. Hij heeft ook driekwart mouwen. Hij is een beetje breder. En ik denk met een wit blouseje, leuke jeans en een paar stoere laarzen eronder dat dit wel echt heel tof is. Hij heeft hier een kleine slit in de achterkant. Zo. En ik vind het printje ook echt super herfstig. Ik blijf hier van mijn benen. Deze is van Only. Ik vind hem echt al heel mooi. Dus ik ga hem ook gelijk even passen voor jullie. Yay! Oké, volgende hemdje is van... Dat weet ik zelfs niet. Oh, verkeerd zat ik even. Het volgende hemdje is van Object. Een merk waar ik nog nooit van gehoord heb. Ik heb eigenlijk hier puur naar gekeken naar het printje. Het is een iets donkerder printje met wat meer blauw en grijs erin. En ook een heel ander stofje. Dit is echt meer zo'n een heel licht houthakkershemdstofje, zeg maar. Hij heeft ook geen slit in de achterkant. Hij heeft lange mouwen die je eventueel wel kan oprollen. Ik vind hem ook wel heel tof. Ik vind ze allebei wel heel leuk. Het gaat echt nog een moeilijke beslissing worden. Ik wil ze misschien zo eens eventjes naast elkaar laten zien. Qua warmte en qua kleuren en zo gaat mijn voorkeur uit naar deze. Maar qua stof gaat mijn voorkeur uit naar deze. Aangezien dat dit wel veel warmer is, lijkt het. En ik denk, ik heb het ook altijd wel heel snel koud en zo. Dus het gaat nog een moeilijke beslissing worden. Ik hou ze gewoon allebei. Then the shoes. Ik heb een paar sneakers besteld van Tamaris. Ook weer een merk dat ik nog nooit van heb besteld. Dus dat vind ik wel leuk om zeg maar eens nieuwe dingen te ontdekken. Oh, die zijn zo leuk. Kijk, het zijn eigenlijk gewoon vrij lichte sneakers in de vorm van een beetje Stan Smith, als ik dat mag zeggen. Om ze te vergelijken met iets dat jullie misschien iets beter kennen. De voorkant heeft zo zeg maar een soort slangenprintje. Ish, krokodillenslangen, beest, iets beest. En dan zeg maar in het zilver. En aan de zijkant heeft het een soort licht dierenprint. Ik weet niet wat panter of tijger of whatever. Een stippelprintje alleszins. En dan op het lipje ook weer hetzelfde printje als hier vooraan. Ik vind die echt heel tof. En ik vind voor de herfst dat dit ook wel echt gewoon kan. Ik vind dit voor zomer, herfst, lente, vind ik wel kunnen. Echt wel heel tof. En ik wil ook wel even kijken of ze goed zitten. Wacht hoor, ik heb ze besteld in een maat 38, dus dat moet wel goed komen.
Heel tof ook. Next up, iets dat al super lang in mijn verlanglijstje stond op Zalando. Want ik ben zo iemand dat heel veel in mijn verlanglijstje heeft staan. Kijk, dit mutsje. Oké, het is nog niet echt officieel mutsentijd, maar ik vond hem zo schattig. Hij is van het merk Karl Lagerfeld. Dus eigenlijk een designer die heel lang voor Chanel gewerkt heeft, denk ik. Ik weet niet wat hij dat nog altijd doet. Maar die heeft nu ook zijn eigen label, zeg maar. En dit is zo'n schattig kattenmutsje. Je hebt hem in zwart, in het grijs en in nog één kleur, denk ik. Maar kijk, het is eigenlijk gewoon heel subtiel. Hier vooraan staan snorharen. En dan heeft het twee van die puntige, lieve oortjes. En oh, dit is echt zo'n heel fijn, niet te strak mutsje zoals je kan zien. Je kan hem gewoon aandoen zoals dat je zelf wilt. Echt zo schattig. En ja, gewoon, ik loop hier gewoon mee rond. Hè. Ik, no shame in this. Het is gewoon één one size fits all. Ik heb een vrij klein hoofd en bij mij zit hij iets losser. Maar dat vind ik eigenlijk niet onaangenaam. Ik hou niet zo van mutsen die... als zo'n condoom over je hoofd trekken. Maar dus deze was ook een iets prijziger item wel. Maar ik denk wel dat ik hem ga houden. Ik vind het zo schattig. Dit schattige kattenmutsje. Oh, dit is echt zo'n... Dit is echt zo'n Instagrammable item. Dat je deze winter overal gaat zien. Zeg dat ik het gezegd heb. Het voorlaatste wat ik besteld heb was een soort baseballtruitje. Die komen nu echt wel helemaal terug ook. En dat is deze. Ik vind het een heel schattige soort ja, kleding, zeg maar. Hij is wel heel licht, dus ik zou er sowieso wel iets onderaan doen als ik het nu zo inschat. Hij is ook een klein beetje see-through. Maar met een topje eronder is dat zeker wel opgelost. En dan hier zo een dik los vest over en dan lekkere laarzen. Vind ik echt super leuk. Die kleuren vind ik ook heel mooi voor de herfst vooral eigenlijk. Zeg maar van dat bordeaux en dan een beetje, ja het is wit, maar ook niet helemaal wit. Ik heb hem in een small gekocht, maar ik hoop dat dat oké gaat zijn. Want ik vind dat dit soort shirtjes wel iets losser mag vallen. Maar ik kijk dan altijd, bij Zalando is dat wel heel gemakkelijk. En dat is bij, ik denk, een aantal andere webshops ook. Maar bij Zalando valt me dat altijd op, dat ze de lengte van het model erbij zetten. Dat zeg maar op de foto staat en ook de maat dat het model aan heeft. En dan zeg maar aan haar... lengtes vaak met jurken en rokken en zo is dat heel handig om te zien. Maar ook met shirts kan je dan wel veel beter inschatten van ja, hoe het op jou zou staan. Of ja, welke maat dat je nodig hebt. Dus ja, als een model 1,80 meter is en een rok valt al over haar knie. Dan weet ik dat ik met mijn 1,65 meter die rok niet moet kopen. Aangezien dat die dan veel lager valt. Maar ja, zeg maar als het dan veel hoger is en een meisje is veel groter. Dan weet ik dat het voor mij wel oké is. En dat vind ik zo'n handig trucje bij online shoppen. Aangezien het toch altijd wel vrij tricky kan zijn. En je kan gewoon lekker gratis terugsturen. Dat is eigenlijk gewoon zalig. Waarom ik deze nu juist specifiek gekozen heb, is omdat je vaak zeg maar van die baseball shirtjes ziet. Maar dan zeg maar het lijfje één kleur en de mouwen één kleur. Maar dan is het kraagje hier, en of aan de achterkant ook, vaak dezelfde kleur als het lijfje. Terwijl dat bij een echt baseball shirt moet het de kleur van de mouwen hebben. En dat was bij deze wel het geval. Dus heel tof. Ik ga even kijken hoe die aanstaat. En dan, ja, superleuk. Ik denk dat deze wel voor de herfst een heel fijn toegevoegd item is in mijn kast. En dan ben ik alweer bij het laatste item aangekomen. Maar daarbij ook meteen het meest waardevolle item. Ik heb namelijk nieuwe enkellaarsjes gekocht van het merk Ralph Lauren. Dat is wel een heel mooi merk. En ik vond dat ze eigenlijk nog qua prijs best wel meevielen. Ik zat te kijken naar Michael Kors laarsjes. En die waren echt gewoon peperduur. En van Chloe hadden ze er ook. En deze kwamen dan zeg maar in mijn aanbevelingen. En die waren dan weer net een mooie prijskategorie minder. Maar ze zijn wel echt van mooi echt leer. Ik vind dit echt heel mooie klassieke laarsjes. Ze hebben een beetje een punt aan de voorkant. En aan de onderkant een mooi zeg maar anti-slip gedeelte. Ze hebben aan één kant een rits. Maar aan de andere kant ook. En ik denk dat het allebei echte ritsen zijn. Ja, het zijn allebei echte ritsen, zoals je kan zien. Kijk, je kan het ook echt helemaal openmaken. En ik vind ze echt gewoon heel mooi. Ze hebben ja, een vrij hoge hak. Maar aangezien dat de hak best wel dik is, gaat dat wel meevallen. Ik heb van vorig jaar ook zo'n soort laarsjes van de H&M. Maar die zijn toch weer net iets plomper en net iets minder... Ja, zeg maar classy, gelijk deze. En ik vind dat deze echt wel gewoon mooie klassieke toevoeging zijn in mijn kast. Ze zijn ook van echt leer gemaakt. Dat ruik je ook. Echt zalig ruikt dat. Ja, heel mooie vorm vind ik. Ja,
Dat zijn deze. Een heel mooie toevoeging. Ik denk ook met jurkjes en panties dat dit ook wel veel mooier gaat zijn dan de laarsjes die ik heb. En ik denk dat deze toch net weer iets, iets meer glad en iets meer klassiek zijn, zeg maar. Daar ben ik heel blij mee. Zo, dat waren dan al mijn geshopte herfstitems voor dit seizoen. Voorlopig. Ik zeg voorlopig. Want ik voel dat ik nog veel meer ga shoppen waarschijnlijk. Ik kom binnenkort ook nog eens terug naar de Primark en zo. Dus ja, ik heb echt zin in de herfst. Ik heb zin in de winter. Laat die kou maar komen. Laat het maar lekker vriezen en sneeuwen. En gezellig zijn. Ik heb het wel een klein beetje gehad met het warme weer. Ik zeg het niet te luid, maar klein beetje. Maar ik van mij wil gezelliger en donkerder terug gaan worden. Laat me dan ook zeker weten wat dan jullie favoriete item hiervan was. Nogmaals, alle items staan gelinkt in de beschrijving hieronder. Dus als je benieuwd bent naar iets, link staat hieronder aan. Specifiek naar alle items die ik hier heb. Dus dat is gemakkelijk voor jullie. Doe zeker een thumbs up als jullie deze video leuk vonden. En jullie graag nog meer shoplogs willen zien dit seizoen. Wat er wel in zit. Dan zie ik jullie de volgende keer weer.